Als de zeespiegel stijgt, dan heeft dat voor Curaçao catastrofale gevolgen. Als niemand iets doet, bij het eind van de eeuw staat het water 80 tot 1 meter hoger dan die nu staat. Dat betekent dat een groot deel van het eiland onder water komt te staan. De regeringsgebouwen, de markt, de binnenstad, eigenlijk heel Willemstad, komt onder water tot aan de luchthaven. Behalve water is er ook nog een ander probleem. Een meter stijging betekent ook dat het grondwater met zoutwater gaat stijgen. Het grondwaterpeil dat nu nog redelijk zoet is, wordt dan zout. En dat betekent dat Curaçao geen gewassen meer kan verbouwen. En een derde gevolg voor Curaçao is de stijging van temperatuur. Curaçao is natuurlijk al warm, daar staat het onbekend. 30 graden gemiddeld, pieken naar 33 graden. Dat mag je allemaal een graad of 4, 5 hoger inschatten, zeggen de meteorologen. Wellicht nog uit te houden, als er tenminste wind staat. Maar is die er niet, dan wordt Curaçao ondraaglijk.